Universiteit van Nederland legt uit. Waarom kom je nooit van je koortslip af? Veel mensen herkennen het wel. Je raakt ooit eens besmet en je zit er voor de rest van je leven aan vast. Een koortslip wordt veroorzaakt door een herpesvirus. Die naam kennen we ook wel van de SOA-herpes, waarbij je ook eens in de zoveel tijd van die vervelende blaasjes rond je geslachtsorganen krijgt. Daarnaast worden ook waterpokken veroorzaakt door een herpesvirus. Bijna iedereen heeft dit op jonge leeftijd gehad en dat virus blijft dus je hele leven in je lichaam aanwezig. En dit kan terugkomen in de vorm van gordelroos. Waarom blijven deze virussen voor altijd in je lichaam? Nou, het herpesvirus is best wel een bijzonder virus. Het is namelijk vrijwel onzichtbaar voor je afweersysteem. Dat is heel anders dan wat we zien bij de meeste andere virussen, bijvoorbeeld griep. Deze vermenigvuldigen zich heel snel en veel, waardoor ze gemakkelijk over kunnen springen naar een volgend slachtoffer. Maar dat gaat niet onopgemerkt. Je afweersysteem herkent al die virusdeeltjes en probeert ze aan te vallen en ze te verdrijven uit je lichaam. Bij het herpesvirus gebeurt dit niet. Dit virus vermenigvuldigt maar een heel klein beetje, net na die eerste besmetting in de mond. Maar daarna verstopt het zich. Op die manier is het onzichtbaar voor je afweersysteem en kan het je hele leven in je lichaam aanwezig blijven. Dat het herpesvirus zich zo goed kan verstoppen, komt waarschijnlijk voort uit jarenlange ervaring. Het herpesvirus gaat al zo'n 300 tot 400 miljoen jaar rond en bestond dus zelfs al in de tijd van de dinosauriërs. Dus zolang wij mensen bestaan, leven we dus al samen met het herpesvirus. En daardoor is het virus volledig aangepast aan overleven in de mens. Dat griepvirus waar we het net over hadden, is een relatief jonge nieuwkomer. Er gaat pas enkele duizenden jaren rond in de mens. Besmetting met het herpesvirus vindt meestal plaats via speeksel. Bijvoorbeeld door te zoenen of door uit iemand anders een glas te drinken. Zo'n 70 tot 80% van de mensen raakt tijdens zijn of haar leven besmet. De meeste mensen merken daar gelukkig helemaal nooit wat van. Maar 1 op de 3 heeft minder geluk en krijgt daadwerkelijk last van zo'n koortslip. Het kan soms jaren na die eerste besmetting zijn. Dus als je nu denkt, oh, ik heb nu voor het eerst een koortslip gekregen en ik heb vorige week uit iemand anders een glas gedronken, kleine kans dat dat daadwerkelijk de oorzaak is geweest. En wat gebeurt er nou na die eerste besmetting? Het virus zit in eerste instantie in de mond. En dan, vrij uniek voor het herpesvirus, komt het terecht in een zenuwbaan. En die loopt van de mond tot de hersenen. En dat kun je je voorstellen als een soort stroming waar het virus in terecht komt. En ongeveer halverwege achter de slaap zit een zenuwknoop. En daar verstopt het virus zich en wordt het onzichtbaar voor het afweersysteem. Ten eerste omdat het virus stopt met vermenigvuldigen. Het gaat in een soort slaapstand. Daar blijft het tot het moment van zo'n uitbraak. Er kan namelijk iets gebeuren wat het virus triggert om weer wakker te worden. Bijvoorbeeld stress of zonlicht of een tandartsbezoek wat beschadigingen veroorzaakt. En daardoor kan het virus denken, ik moet hier weg. Dan gaat het virus zich vermenigvuldigen in die zenuwknoop. Een deel van die virusdeeltjes blijft veilig achter in die zenuwknoop, maar een ander deel wordt naar buiten gestuurd waar het andere mensen kan besmetten, zodat in ieder geval de virussoort in stand blijft. En die nieuwe virusdeeltjes die reizen via exact diezelfde route, diezelfde zenuwbaan, terug naar die plek van de eerste besmetting in de mond. En daar aangekomen worden ze wel weer herkend door het afweersysteem. Met als gevolg die vervelende blaasjes op je lip. Dus elke keer op exact diezelfde plek waar die eerste besmetting heeft plaatsgevonden. Zolang dat herpesvirus in de mond blijft zitten, is het vrij onschuldig. Maar het kan ook een verkeerde afslag nemen. Die zenuwbaan tussen de mond en de zenuwknoop heeft namelijk meerdere vertakkingen. Ook richting de ogen en richting de hersenen. En als het virus daarheen gaat, dan kan het wel gevaarlijk worden. In de ogen kan het virus bijvoorbeeld verschillende ontstekingen en daardoor schade veroorzaken, wat uiteindelijk zelfs tot blindheid kan leiden. En ook in de hersenen kunnen ontstekingen ontstaan die hersenschade kunnen veroorzaken en in ernstige gevallen zelfs dodelijk kunnen zijn. Gelukkig zien we dit niet zo heel erg vaak. Maar vooral met mensen met een verlaagde weerstand kan dit wel gevaarlijk zijn. En voor kleine kinderen, met name pasgeborenen. Ga dus niet op kraamvisite als je een koortslip hebt. Daarnaast heeft recent onderzoek ook aangetoond dat er een verband is tussen herpesvirus en dementie op latere leeftijd. Hoe dit precies werkt, weten we nog niet. Maar we denken dat het een soort wisselwerking is tussen het afweersysteem in de hersenen en dat uitbrekende virus. Of mensen die daadwerkelijk een koortslip hebben daar nou meer kans op hebben dan mensen die drager zijn van het virus, dat weten we nog niet. En daar is echt meer onderzoek voor nodig. Een koortslip voorkomen is heel lastig, maar er zijn wel een paar dingen waar je op kunt letten. Bijvoorbeeld eet gezond, slaap goed, vermijd stress. We zien een koortslip namelijk vaker bij een verlaagde weerstand. En daarnaast pas op met zonlicht. Vooral als je gaat skiën of veel op het water bent. De zon is daar namelijk extra fel. Dat zonlicht kan er namelijk voor zorgen dat de huid geprikkeld wordt of beschadigd wordt. Dus zorg dat je je lippen goed insmeert met zonnebrandcrème. Dus helaas, er helemaal vanaf komen gaat helaas niet. Maar met deze tips houd je het hopelijk enigszins onder de duim. Amerika is in de ban van een medicijn tegen overgewicht. Maar voor wie is dit de oplossing? En is dat wel altijd nodig of zijn er ook andere mogelijkheden? Ik ben Liesbeth van Rossum, arts en hoogleraar obesitas en in de volgende aflevering vertel ik jullie er alles over.